Dit is Radio Onda Italiana. We staan hier in gesprek met Rina Netjes, kandidaat voor de Europese verkiezingen voor het CDA. Wat zijn de prioriteiten van het CDA in Europa? Voor het CDA is de grote prioriteit werken aan veiligheid. En dat is natuurlijk ook meteen wel een heel erg groot begrip. Daar valt onder voedselveiligheid, maar ook veiligheid als het gaat om het voorkomen van terroristische aanslagen, criminaliteitsbestrijding, veiligheid in de zin van een veilig milieu en ook achterlaten voor volgende generaties. Ja, kunt u misschien iets zeggen over wat jullie tegen het racisme van plan zijn om te doen? Nou, laat ik dan maar het ook meteen naar mezelf toe trekken. Ik ben Midden-Oosten-deskundige. Ik kom veel in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. En wat ik zelf heel erg belangrijk vind is om verschillende werelden die nu tegenover elkaar staan, om die dichter bij elkaar te brengen, om de angst voor elkaar weg te nemen. Want heel veel racisme is denk ik ook gebaseerd op angst voor de ander. Ja, en als wij denken bijvoorbeeld aan lidmaatschap van Turkije, hoe staat u daar tegenover? Nou, wat het lidmaatschap van Turkije betreft, is het zo dat Turkije moet voldoen aan de Kopenhagen criteria. Zover is het nog niet. Maar als Turkije daaraan voldoet, dan is het dat ik liever een Turkije heb die zich dus aan de criteria voldoet en binnen de EU is, dan een Turkije dat de andere kant op gaat, namelijk van de oostenburen, Syrië en Iran. Want dat is natuurlijk wel een touwtrek wat ook binnen in Turkije nu speelt. Ja, we hebben gesproken over voedsel, veiligheid. Nou, komen we meteen bij de kwestie van GMO's. Consumenten zijn tegen genetisch gemanipuleerde voedsel. Hoe staat uw partij en u persoonlijk daar tegenover? Ik moet zeggen dat ik niet exact het standpunt weet op dit gebied. Maar we moeten dit allemaal met onderzoek heel voorzichtig benaderen. Want er schijnen toch wel allemaal haken en ogen aan te kleven. En dat moet eerst wel precies worden uitgezocht. Ja, en als we praten over biologische landbouw, dus landbouw zonder pesticiden, herbiciden, wat is uw positie daarover? Het CDA is heel erg, zoals ook al meer partijen in het Europarlement, voor de bevordering van biologische landbouw. Daar zullen ook altijd subsidies voor blijven bestaan. Dat is nu ook nog zo. De andere landbouwsubsidies worden na 2014 stap voor stap wat afgebouwd. Dus wij zijn daar groot voorstander van, maar het kan niet allemaal in één keer omgezet worden. Dat kunnen boeren natuurlijk financieel ook niet aan om hun bedrijf van de ene dag op de andere dag om te schakelen. Maar we zullen dat wel aan alle kanten helpen bevorderen. Ja, nou, we hebben in Europa natuurlijk van de industrie, van de bedrijven en in Europa van de burgers, die laat zich nog een beetje op zich wachten. Hoe staat u tegenover een liberale Europa voor de vrije markt die eigenlijk de burgers minder beschermt? Nou, als CDA onderscheiden wij ons juist van bijvoorbeeld de VVD, dat wij natuurlijk de markt en economie een heel erg belangrijke pijler vinden, maar niet alleen. Daarbij moeten absoluut ook de rechten van burgers op allerlei gebieden in acht worden genomen. En wij zoeken de gulden middenweg telkens om de belangen te behartigen van iedereen. Van bedrijven door bijvoorbeeld minder regelgeving, maar ook zeer zeker van de burgers. Wat is jullie positie tegenover kernenergie, ten opzichte van kernenergie? Nou, zoals u weet wordt de druk op de energiemarkt steeds groter. Kijk naar de golfregio, het Midden-Oosten ook. En ook andere gebieden in de wereld. En het is natuurlijk zaak om proberen om niet afhankelijk te zijn van dat soort gebieden. Maar kernenergie aan de andere kant, het probleem van het afval is nog helemaal niet opgelost. En wat ons betreft is dat een optie die we niet helemaal afschrijven, maar dit verdient niet onze voorkeur. Laten we praten over iets anders. Jullie gaan straks in het Europees Parlement in het EVP-groep zitten. Dat is een partij waar straks ook premier Berlusconi zal zitten. Wat vinden jullie van Berlusconi? Ja, om eerlijk te zijn is dat voor ons ook wel problematisch. Ik wil trouwens niet zeggen dat een andere partijen ook niet
aparte figuren zitten, zeg maar, oud-communist enzovoort. Maar straks moet het nieuwe EVP, de leden daarvan moeten door de ballotagecommissie worden goedgekeurd. En dus elk lid van die partij zal moeten worden goedgekeurd. Dus we hopen dat het allemaal toch een beetje op zijn pootjes terechtkomt. Laat ik het ook het volgende zeggen. Doordat die partij in de EVP zit, proberen we op die partij ook invloed uit te oefenen. Ik zal niet zeggen dat het altijd naar wens gaat, maar we doen wel ons uiterste best. Ja, want de partij van Berlusconi is opgericht door hemzelf en door De Lutri. Marcello De Lutri die is veroordeeld wegens banden met de maffia. Dus dat zou een hele zware schaduw toch werpen op de EVP als hij niet aangeklaagd wordt. Vindt u dat niet? Ik ben het helemaal mee eens. Ja, oké. Zijn er misschien andere belangrijke punten wat u graag zou willen aanstippen voor de kiezer? Ja, waarom moet de kiezer op jullie stemmen? Nou, de kiezer zou sowieso moeten gaan stemmen omdat meer dan 50% van de wetgeving nu in Nederland vanuit Brussel wordt aangestuurd. Dan is het eigenlijk heel raar dat je wel voor de Nederlandse verkiezingen komt, maar niet voor de Europese. Dat is één ding. We verdienen, elke Nederlander verdient een netto maandsalaris extra doordat we in de Europese Unie zitten. Hè, doordat wij een exportland zijn en dus zoveel aan Europa, aan de vrije markt verdienen. En waar ik de kiezer ook echt zou toe willen oproepen om te komen stemmen is om het volgende, dat de PVV natuurlijk ook wel goed staat in de peilingen. En we gaan het toch niet laten gebeuren dat die heel erg groot wordt. Dus u kunt het verschil maken, jij kunt het verschil maken. Kom stemmen, in ieder geval op 4 juni. Ja. Misschien nog iets over informatie. We zien het voorbeeld, nogmaals het Italiaanse voorbeeld van Berlusconi. Hij heeft 3 eigen omroepen. Hij gaat nu straks ook de RAI overnemen als hoofd van de regering. Hebben jullie een speciaal beleid ten opzichte van informatie en van tv dat een beetje dit soort problemen tegenhoudt? Nou, ik denk dat dat nu nog per land geregeld is en dat we daar Europese gebied daar nu op dit moment althans nog niks of niet veel tegen kunnen doen. Ja, maar u bent niet bang dat het in Nederland ook zo'n Berlusconistisch systeem staat? Ik bedoel, er is de Telegraaf, die is van plan om een televisie te maken en dat kan precies hetzelfde worden als Mediaset. Zo is Berlusconi ook begonnen. Ik zie datzelfde gevaar ook. En daarom herhaal ik mijn oproep, hè, dat wil je niet dat de PVV en hun vriendjes, zeg maar, groot worden. Kom stemmen. Ja, wat mij betreft op mij natuurlijk, nummer 13 van het CDA. Ik zal daar me altijd heel erg voor inzetten om dat soort geluiden tegen te gaan. Maar mag ook op een andere partij, laten we met z'n allen zorgen dat de PVV klein blijft. Ja. Bent u lang in de politiek? Ik ben duoraadslid geweest in Stadsdeel De Baarsjes en nu in de gemeenteraad van Amsterdam. Ja. Waarom doet u aan politiek? Omdat ik denk dat sommige dingen beter kunnen. En dat is dus die extreemrechtsing die ik zie. Die angst voor de islam en moslims, die ik zelf niet heb. En ook Midden-Oostenbeleid zal hier en daar denk ik ook nog beter kunnen. En daar weet ik nou toevallig heel veel van af. En dan kan je aan de kant gaan staan en klagen. Maar je kunt ook zeggen, ik ga proberen schouders eronder te zetten, mijn steentje bij te dragen en proberen mensen te overtuigen dat het hier en daar beter kan en beter moet. Ja. Wat waren uw gevoelens na 11 september? Mijn gevoelens na 11 september was dat het voor mij geen verrassing was. Ik volg Arabische media nauwgezet en ik zat eigenlijk te wachten op een keer zoiets dat zo spectaculair gebeurde met vliegtuigen. Dat